Welkom bij TV Maastricht. Zometeen kunt u kijken naar Breaking Maas, A2 Actueel en Vitrine. Maar nu eerst het nieuws met Lieselotte Spoormans. GroenLinks roept Hoes op tot ondertekening actie Kinderpardon. Op bezoek in het gezelligste huis van Maastricht en nieuwe aanwinsten voor het Bonnefantenmuseum. Dag dames en heren, dit is het nieuws van donderdag 8 mei. GroenLinks Maastricht wil dat burgemeester Hoes de actie tegen het kinderpardon ondertekent. Het gaat hierbij om een brief van de kinderombudsman gericht aan staatssecretaris Teven. De ombudsman vindt het niet acceptabel dat sommige kinderen buiten het kinderpardon vallen. Volgens hem is het idioot dat kinderen die asiel zoeken toch worden uitgezet, alleen omdat zij onder toezicht van de gemeente staan en niet onder het vrijste rijkstoezicht. 88 Nederlandse burgemeesters hebben inmiddels hun handtekening onder de brief gezet. De Bastion Hotel Group wordt verdacht van de uitbuiting van het schoonmaakpersoneel. De hotelketen met een vestiging in Maastricht en de Bosstraat zou schoonmakers structureel minder dan het minimumloon betalen. Dat meldt de Telegraaf. De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een onderzoek ingelast naar de vermeende misstanden. Een Maastrichts studentenhuis is in de race om studentenhuis van het jaar te worden. Maar daar hebben ze wel stemmen voor nodig en die kunnen uitgebracht worden via studentenhuisvanhetjaar.nl. We gaan al onze vrienden gewoon via Facebook, via social media oproepen om op onze stemmen gewoon de link blijven sturen naar iedereen via WhatsApp, via sms, dat iedereen gewoon gaat stemmen totdat ze helemaal gek worden van ons. En dan als dat we winnen, dan gaan we gewoon een feestje beloven aan iedereen. Dus op die manier hopen we alle stemmen binnen te gaan krijgen. Meer over de studenten en hun huis ziet u zo in onze achtergrondreportage. Bij studentenvereniging Tragels is het minder gezellig. Een lid is vorige week zwaar gewond geraakt na een val van het dak van de sociëteit. De student probeerde een opruimbeurt te ontlopen door via het dak het pand te verlaten en dat liep niet goed af. 5 gebroken ribben, een gebroken rugwervel en een hoofdwond waren het resultaat. Het slachtoffer is geopereerd en ligt inmiddels niet meer op de intensive care. Het Bonnefantenmuseum heeft haar collectie uitgebreid met 3 topstukken. Het gaat om 2 installaties van de Nederlandse kunstenaar Mark Manders en een installatie van de Franse kunstenaar Pierre Wiege. Werk van Manders werd eerder ook aangekocht door het Museum of Modern Art in New York. Wiege is een van de meest experimentele kunstenaars van zijn generatie. Een Maastricht studentenhuis dingt mee naar de titel Studentenhuis van het Jaar. Samen met cameraman Ronald van den Hoven ging je kijken of het er ook daadwerkelijk zo gezellig is. Het gaat om dit studentenhuis, Ted's Place. Laten we kijken of het er echt zo gezellig is. Hallo. Hey. Mogen wij komen zitten? Ja, heel goed. Ja, lekker. Lekker. Ja, het is al meteen gezellig, ik merk je. Bij de verkiezing gaat het om vragen als hoeveel kratten bier gaan er per week doorheen? Dat durf ik zo niet te zeggen, maar ik denk toch wel een stuk of 4 per week. En ja, sommigen drinken wijn, dus dat zal ook wel een fles of 3 zijn. En hoeveel uur wordt er gestudeerd per week? Wordt er eigenlijk wel gestudeerd? Nou, dat verschilt voor iedereen wel een beetje. Maar ik denk dat we zo rond het gemiddelde zitten. Nou, met fase studeren we wel heel erg veel. Met name rond de tentamenweken. Maar nou, het gaat wel goed in combinatie met studeren en een beetje leuk studentenleven. En hoeveel relaties zijn er binnenshuis? 0. In ieder geval voor zover ik weet. Maar ja... Ik denk 0, maar wat niet is, kan er komen natuurlijk. Dat is jij, denk ik. Hey! Waarom moeten jullie winnen? Het is altijd supergezellig. Iedereen kent elkaar heel goed.
Als we bij elkaar zijn is het wel altijd heel erg gezellig. En ja, je bent vrij om mee te eten of ook gewoon een keer op je kamer te zitten. Dus het is niet dat we elkaar de hele tijd op de lip zitten, maar als we ook bij elkaar zijn is het heel gezellig. En we zijn natuurlijk ook gewoon echt het leukste huis van Maastricht. Ik denk dat veel mensen daar wel mee eens zijn. Op dit moment staat Pets Place nog niet erg hoog in de ranglijst. Ze staan op de 14e plek. Dus er moeten nog heel wat stemmen binnengesleept worden. En stemmen kan via de website studentenhuisvanhetjaar.nl. Ja, we gaan al onze vrienden gewoon via Facebook, via social media oproepen om op onze stemmen gewoon de link blijven sturen naar iedereen via WhatsApp, via sms, dat iedereen gewoon gaat stemmen totdat ze helemaal gek worden van ons. En dan als dat we winnen, dan gaan we gewoon een feestje beloven aan iedereen. Dus op die manier hopen we alle stemmen binnen te gaan krijgen. Goed, het studentenleven bestaat natuurlijk uit nogal wat clichés, laten we wel wezen. Er wordt veel gezopen, wordt er ook veel gesext. Niet hier in de keuken. Nee. Waar dan? Ja, ik weet niet wat er op alle andere kamers gebeurt, hoor. Nou, als je het wel vertelt, als op jouw kamer. Mijn kamer is redelijk rustig, want ik ben niet zo vaak hier, maar ik denk op andere kamers misschien. Jullie moeten elkaar horen, toch? Ja, ik heb het wel hoor. Ik kan de tv wat harder zijn. En wie is echt de grootste smeerkees hier? Ik denk dat het wel meevalt eigenlijk. Het is niet iemand met een naam of zo. Ja, ik denk Erik. Heb ik weer gedaan. Ja, Erik of Michiel, één van de twee. En dat is Erik? Nee, dat is Michiel. Oh, dat is Erik. Ik ben Michiel. Okay. Ah, je bent het niet, dus moet het Michiel zijn. Maar dat betekent één keer per week een verovering mee naar huis? Ja, ik ga er niks op losstaan. Ja, zijn ouders kijken ook. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. En natuurlijk willen deze studenten graag winnen, want de prijs is niet mis. Een jaar lang gratis pizza, een volledige inrichting en shoppen bij een bekende elektronica winkel voor €2500. Zeg nou zelf, wie wil dat nou niet? Het huis valt bijna in elkaar. Wij zouden heel graag een vaatwasser willen. We zijn met 9 personen, dus de afwas is immens groot. En we hebben net een uur met Renge staan kloppen omdat we gewoon eigenlijk een mixer nodig hebben. Maar ja, dat niet kunnen betalen. En ja, het zou gewoon heel, een hele mooie bijeenkomstigheid zijn. Oh, you got a head full of someone dreadful. And yet alas, that someone adores me. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. I'm just a clown. And I'll bring you down. But you just don't care for yours. Het is nog even afwachten. Op 12 mei wordt bekend of Ted's Place zich ook daadwerkelijk studentenhuis van het jaar mag noemen. En tot zover het nieuws van vandaag. Na de reclame kunt u nog kijken naar Breaking Mass, A2 Actueel en Vitrine. Programma's ziet u terug via onze Facebookpagina of op rtvmaastricht.nl. Bedankt voor het kijken en graag weer tot morgen.